Hi, leuk dat we kijken naar een nieuw videoblog over passief inkomen met dividendaandelen. Ik ben vandaag in Antwerpen in België. En een voordeel van mij als vlogger volgen is dat ik de fouten die ik heb gemaakt met jullie deel. Zodat jullie die fouten niet meer zelf hoeven te maken. Ik heb in mijn investeerverleden, zoals ik in het vorige filmpje heb laten weten, verschillende dingen geprobeerd. En sommige dingen daar ben ik tevreden over geweest, andere dingen waren wat minder succesvol. Bijvoorbeeld waar ik minder tevreden over ben, is het forex handelen. Dat heeft voor mij niet goed uitgepakt. En ik denk dat dat voor heel veel beginnende investeerders ook helemaal niet van toepassing is om goede rendementen mee te halen. Het is veel te stressvol en veel te risicovol. En ik ben er doorheen gegaan. Ik heb daarmee €3000 uit mijn eigen kapitaal verloren. En ja, ik kan je beamen dat het stressvol is en dat het voor een beginnende investeerder die gewoon een passief inkomen wil opbouwen, ja, niet geschikt is. En ik heb die fout al gemaakt. Hoeven jullie niet meer te doen. Jullie hoeven niet meer te gaan proberen om dat forex handelen te doen. Je kan heel eigenwijs zijn en denken, ja, ik kan dat allemaal wel aan als beginneling. Maar ik kan je zeggen, kan je verzekeren dat dat heel lastig is. En dat het ook geen goede manier is van investeren voor een beginner. Misschien als je enorm veel geld hebt, is dat een leuke manier van investeren. Dan kun je dat misschien een beetje erbij doen voor de spanning. Maar het is voor beginnende investeerders helemaal niet handig om ermee te beginnen. Forexhandel is, zoals ik zeg, heel stressvol, heel risicovol. En ik heb het zelf doorgemaakt, en ik had al echt al wat ervaring met investeren. Ik had al mijn geld eerst op de bank staan, wat een groot bedrag was, wat al risicovol is. En toen ben ik ook zelf aandelen een keertje gaan kopen in de fondsen van ING. Daar heb ik ook de prijs van naar beneden zien gaan. En dat is de volgende fout die ik heb gemaakt. Dat was investeren in fondsen van een bank. Ervan uitgaan dat een bank het beste met jou voor heeft. En dat die fondsen ook gerund worden om jouw voordeel te hebben. En het is natuurlijk helaas, wat ik dus denk, niet zo. Ze hebben natuurlijk zichzelf als eerste prioriteit. En daarmee verlies jij altijd weer geld. En dat is jammer. En die fout hoef je ook niet meer te maken. Allerlei investeringsfondsen, allerlei banken die allemaal producten aanbieden met vage begrippen. Want ik weet nog dat ik bij zo'n fonds zat en dat ging dan ook, kon je een paar risicoprofielen kiezen. Hoog risico, midden risico en laag risico. En dat was het eigenlijk. Helemaal niet doorzichtelijk. Je wist helemaal niet waar je investeerde. En die fout hoef je niet meer te doen. Ga er maar vanuit dat investeren bij zo'n bank of bij zo'n fonds, dat het gewoon niet veel oplevert. Omdat ze ook, ze zijn er niet transparant over. Je weet niet welke kosten ze maken. En vaak laten ze de verliezen op de klant afwegen. En dat is gewoon niet handig. Dat schiet gewoon niet op. Dus dat is iets waar je ook beter niet... Dat is ook een fout die je zelf niet meer hoeft te maken. Omdat ik die eigenlijk al een beetje voor jullie heb gemaakt. En zo zijn er nog wel meer fouten die je niet meer hoeft te maken. Een hele grote fout is het bijvoorbeeld ook, die ik ook heb gemaakt, is te laat in bepaalde aandelen springen. En geen goede analist gebruiken. Dus een grote fout die ik heb gemaakt, heeft me ook veel geld gekost. Omdat ik zelf een beetje aan het begin van mijn dividend investeercarrière ging ik... maar een beetje wat aandelen zelf zit uitbluizen en denken dat ik het wel allemaal zelf wist. En toen kocht ik altijd te duur en verkocht ik ook altijd op het verkeerde moment in de verkeerde aandelen. En dat was gewoon een hele domme fout en ook die fout hoef je niet meer te doen. Sluit gewoon een abonnement af bij een goede analist en volg die adviezen op. Zij zijn er de hele dag mee bezig. Zij doen daar beroepsmatig. Zijn ze de hele dag mee bezig en zij kunnen jou gewoon goede adviezen geven die jou geld opleveren. Ik heb een aantal van de analisten ook persoonlijk gesproken. En zij weten ook dat er mensen zijn die gewoon miljonair zijn geworden dankzij hun tips. En dan kun je heel eigenwijs zijn en denken dat je het allemaal zelf kan en heel veel tijd eraan besteden. Maar dat is, dat deed ik ook, dat was ook een fout van mij die ik niet meer hoef te maken. Hè? Passief inkomen moet echt passief zijn en ga er niet actief mee aan de slag. En dat was ik wel. Ik ging er actief mee aan de slag tot ik er helemaal zat van was en dat niet meer wou. En dat was gewoon een fout, had ik niet meer te doen, want daardoor raakte ik helemaal geobsedeerd ook door die aandelen. En was de hele dag mee bezig, allemaal berekeningen maken en noem het allemaal op. Dat was niet de bedoeling. Passief inkomen moet echt passief zijn en die fout hoef je dus ook niet meer te maken.
Nou, het zijn dus een aantal fouten die ik al voor jullie heb gemaakt, die jullie niet meer hoeven te maken. En nou, doe er je profijt van, wees daar, ga er verstandig mee om. Denk niet dat het maar, dat je het toch wel beter weet en dat je het... Ja, dat het jou niet overkomt, dat jij best wel in dat Forex succesvol kunt zijn of wel die aandelen kunt analyseren. Ja, mag hoor van mij, maar wees verstandig en luister naar iemand die die fout al heeft gemaakt. En het trekt je eigen boodschap aan. Het is meer een tip van luister naar mensen die de fout hebben gemaakt en leer daarvan en luister naar wat zij zeggen van wat uiteindelijk dan wel heeft gewerkt. En nou ja, zoals jullie weten, voor mij heeft het wel gewerkt, dividend investeren. En wil je daar nou meer over weten, dan kun je ons volgen op Facebook en Instagram. Link staat hieronder. De analisten waar ik op geabonneerd ben, staan hier ook onder, dus groeidividend.nl. Daar kun je ook een abonnement afsluiten als je verder wilt met dividend investeren. Dat was het voor vandaag. Vanuit Antwerpen, België, zeg ik bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer.